perfecte timing. Jeloe belde me net en ze zei dat het waaide. Dus ik ben onderweg naar het strand. Vamos a la playa. Hoe heet het dan? Mega. Was mega? Waanzinnig goed. Hey, hoe wordt de sessie dan? Super. Net aangekomen op het strand, zoals je hoort, heeft iedereen een topsessie gehad. Ik hoorde wel dat het hard stroomt, dus we gaan het downwind doen. Pak al mijn spullen, knallen in de auto en dan gaan we knallen. Ik zag wel op zee dat er een kleine bui aankomt, dus hopelijk blijft het droog en hopelijk blijft de wind erin. Ik zie je snel. De wind is al een klein beetje aan het inkakken. Net terug uit het water, echt weer een topsessie. Zoals je kan zien is er flink wat bewolking overheen getrokken en is de wind redelijk gaan liggen. Dus ik bedacht me ineens, hoeveel mensen moeten wel niet gered worden uit zee als de wind ineens gaat liggen. Dus nou, ik heb gewoon heel brutaal de KNRM opgebeld in Oudorp. Nou, heel toevallig is vandaag woensdagavond en woensdagavond is een trainingsavond. Dus we gaan eens even kijken hoe het daaraan toe gaat. Het is weer lekker druk op de Nederlandse wegen, zoals gewoonlijk. En zoals je het misschien wel kan zien, is het weer opgeknapt. We hebben lekkere blauwe daken. We zijn aangekomen bij de KNRM. We gaan eens even kijken wat die mensen allemaal te zeggen hebben. Wat wij kites kunnen verbeteren. Let's go! Naar binnen. Ladies first. Merci! Hallo. Hallo. Alles goed? Jazeker. Hoi. Hoi. Hoe lang werk je al bij de KNRM? Ik doe dit al 3 jaar. Maar doe je dan 3 jaar fulltime bij de KNRM? Nee, ik heb gewoon mijn eigen baan. En dit is nog vrijwillig. Je doet dit tijdens mijn werk soms. Maar hoe bedoel je, is dit allemaal vrijwillig geswerkt? Dit is allemaal vrijwillig. Je hoort natuurlijk heel veel mensen, dat mensen best wel veel worden gered. Maar weet je aantal hoeveel kites er per jaar worden gered? Ja, ongeveer 120 per jaar. 120 per jaar. Hey, en een tijdje geleden hoor je bij de Maasvlakte dat jullie op zoek waren naar een surfer, maar dat er ineens nog een kitesurfer tevoorschijn werd getoverd. Klopt, we waren op zoek naar een kitesurfer die al enkele uren vermist was. Toen zagen we iemand liggen in het water en die hebben wij opgepikt. Ja. Maar op het moment dat wij hem aan boord namen bleek dus dat het niet de goede kiter was, want hij had een andere cap op als degene die we zochten. Oh, dus er lag nog iemand in? Ja, dat klopt. Die lag ook al ongeveer 5 uur in het water. En die stond eigenlijk op het randje van de... We zijn op zoek naar Schipper Tom, Kom, Koen. Hey, Schipper Koen. We zijn op zoek naar Schipper Koen. Wat ik me nou eigenlijk afvroeg, hoe gaat het nou in zijn werk? Want jullie krijgen van ergens een signaal dat er nood is op zee. Wat gebeurt er? Nou, we worden of gealarmeerd door een alarmstralen of door de kustwacht. Dan springen ze in de auto, op de fiets of wat dan ook en ze gaan naar het boothuis. We springen in ons pakken, gaan aan boord en rijden met de tractor rijden dan naar buiten toe. En binnen hoeveel tijd gebeurt dit dan? Hoe snel zijn jullie? Je moet rekenen binnen een kwartier. We hebben gewoon allemaal een baan daarnaast en doen dit dus vrijwillig. Ja. En jullie laten letterlijk alles vallen zodra de blieper gaat. Ja. Zo, dat is aardig. Een commitment die je voor jezelf moet stellen. Wat kunnen wij kitesurfers dan doen om het jullie makkelijker te maken als wij in nood zijn? Nou, in ieder geval alarm maken. Stel dat je in nood bent, maak alarm of via 112 of via 0900 nummer van de kustwacht. Maar we hebben ook nog de KNRM Help app. Nou, die kan iedereen downloaden.
hebben een superleuke dag gehad vandaag met de KNRM. En wat wij hebben geleerd is dat je altijd moet kiten met je buddy. Zorg dat je KNRM hebt download en een gratis B-traceable sticker op je bord plakt. En volgend jaar zal er geen één kiter meer gered hoeven te worden. Tot op het water. Later.